De suikerspinmachine mag niet te dicht bij het springkussen staan, anders wordt het kotsenstein. Ik hoop dat je dit opschrijft. Meneer Sprinkles, hallo, focus. Eugenie wil dit maar wat graag doen. Foei, Duncan. Het spijpen van Eugenie. Ik lap haar wel weer op voor je. Oh, trouwens, dit is Duncan. Ik train hem nog. Duncan, zit. Het heeft veel tijd nodig. Zo, dus je plant ons verjaardagsfeestje weer, hè? Tot nu. Daar wilde ik eigenlijk met je over praten. Ik hoopte dat ik het dit jaar zou mogen doen. Oh, je meent het echt. Luister, liefie. Een feest plannen vraagt om een soort... je ne sais quoi. Daar heb ik heel veel van. Trouwens, ik heb altijd ons verjaardagsfeestje gepland. Oh, dat is het juist. Jij plant ons feestje ieder jaar. Zelfs voordat we geboren waren. We doen altijd jouw frutselfeestje. Ik vind dat ik het dit jaar een keer mag doen. Lana style. Ja, dat laatste is juist wat me zo bang maakt. Rustig maar, zus. Het feest is in goede handen. Oeps, sorry. Ik weet niet eens wat dat is. We plannen het beste verjaardagsfeestje ooit. Kom mee, meneer Sprinkles. We moeten zorgen dat Lana het feestje niet verpest. Maar eerst moet ik even 3 uur flink douchen. Daar zijn we. Hezeltakkie's beste feestartikelenwinkel. Wacht hier, ik kijk of ze open zijn. Ik zie binnen klanten staan. Oh, dat kunnen dieven zijn. Blijf hier waar het veilig is. Mitch! Lola, hoe ging het met de Parijse tafellopers tijdens je theefeestje? Mitch, daar kan ik nu niet over praten. Oké, ze stonden prachtig. Maar luister, ik zit met een enorme feestcrisis. Alles met de poepkleur moet je verstoppen. Nu! Nog niet kijken! Oké. Tada! Kijk, Lana. Zoveel dingen die echt perfect zijn voor ons feestje, toch? Oeh, wat dacht je hiervan? Tropisch, vrolijk, gezellig. Dat vind ik niet bepaald bij me passen. Heb je een vuilcontainer? Oh, Mitch, hoeveel kost die aangevreten kaas? Dat wordt een echte blikvanger. Goh, dat weet ik niet. Kan ik de prijs krijgen van de containerkaas? Gratis. Gaaf! Yes! Wauw! Dat zijn de beste feestartikelen! Geen paniek, Lola. Dit is maar een kleine tegenslag. Het feest kan nog gered worden. Oké, voordat we naar huis gaan, wat wordt het entertainment? Ik dacht dus aan een prinses sprookjeshow, een semi-minnematinee, een geest in een fles. Sorry, Lola. Ik had toch iets anders in gedachten. Hierheen! Oké, alles lijkt helemaal in orde. Hou je vast, of niet. Je betaalt voor de testrit, hoe dan ook. Laat maar gaan, Flip. Voor de bakker. Ik geef ouwe Roy wat scherpe mosterd. Ja, daarvan gaat hij als een dolle. Oh, wat dacht je van deze? Deze! Oké. Heeft u een gootsteen en wat vuil? Ben jij soms van de keuringsdienst? Nee. Kom dan maar mee. Wij redden ons wel. Sprakeloos, hè? Nou, dan denk ik dat we onze taart hebben gevonden. Wat heeft u als versiering? Kan ik wormen of insecten bekijken? Er is vast wel wat te vinden in de voorraadkast. Oh, dat zijn een paar plofkaarsen. Wacht, voorzichtig daarmee. Gefeliciteerd, Laan. Gefeliciteerd, Lola. Hebbes, we hebben wacht eentje voor de zekerheid. Te gek zeg dat je ook nog aan die plofkaarsen wist te komen. Wacht, wat? Thank you.
is voorbij. Je kunt niet opgeven. We hebben zo hard gewerkt. Er komt wel weer een wedstrijd, Lincoln. Maar niet met Zuiveland kaartjes. Lincoln, ik heb mijn schoonheidsslaap nodig. Zoals je vriend Kill de Lily zou zeggen. Ik kan niet herstellen als jij blijft kwebbelen. Nu heb ik voor niets de Franse vlecht leren maken. Hé, hey Lincoln, ben je hier klaar mee? Ik kan het metaal gebruiken om te lassen. Waarom zit je me zo aan te kijken? Lana, wil jij een seizoenskaart voor Zuiveland hebben? Speel geen spelletje, Lincoln! Doe ik niet. Je hoeft alleen maar een ietsie klein dingetje te doen. Wat is het? Ik wil alles doen! Je moet Lola's plaats innemen op de kleine mis op- en topverkiezing. En winnen. Ben jij wel lekker? Oh, weet je wel tegen wie je dat hebt? Iemand die zwaar fan zal zijn van Zuiverlands nieuwste attractie, de Milkshaker. Het is zo snel. Je kunt kotsen, dan rond in een loop en geraakt worden door dezelfde kots. Lincoln, mispunt. Ik doe het! Wow, kijk die meiden nou. Ze zijn zo schoon. Ze glinsteren. Dat doe jij ook. Je bent net zo goed als zij. Oh, momentje mensen. Losse vloerplank. Dat houdt wel. Ga maar door. Lana, wat was dat? Ik zei toch geen gereedschap? Oh, ik kon het niet helpen. Dat is nou eenmaal wat ik doe. Jij hoort een mis op en top te zijn. Wil je nou naar Zuiveland en in je gezicht geraakt worden door je eigen kots of niet? Ik weet dat je het kan. Nu komt het interview. Sla de spijker op zijn kop. Niet daarmee. Lola, wat kan een zesjarige doen tegen het overheidstekort? Nee. Genoeg, Tony. 6 jaar zijn betekent niet dat we geen verschil kunnen maken. Nee, hups! Wat is er nou toch met je? We hebben alles gedaan aan het Gillsboek en de DVD die erbij stond en de podcast. Hoe kan het dat je het nog steeds niet snapt? Sorry, Lincoln. Hoe ik het ook probeer, ik kan niet op en top zijn zoals die meiden. Misschien is er iets mis met me. Lana, wacht. Er is niks mis met jou. Ik maak er een zootje van. Ik wilde zo super graag die kaarten winnen dat ik zelf een Gilde Lily werd. Die, als je er goed over nadenkt, waarschijnlijk zelf niet helemaal spoort. Ja, maar toch, waarom kan ik niet zijn zoals zij? Omdat jij bent. Je bent slordig, groezelig en je hebt reptielen in je broekzakken. Maar dat is juist wat jou zo cool maakt. En dat moet ik niet willen veranderen. Oh, bedankt, Lincoln. Dames en heren, Miss Lola Harry met haar fabuleuze lintendans. Oh, dat ben ik. Ik zou mijn best doen. Vergeet die lintendans. Waarom doe je niet gewoon waar jij goed in bent? Meen je dat? Oké, maar dat betekent dan geen Zuiverlandkaarten meer. Die hoef ik ook helemaal niet meer. Wees lekker jezelf. Van misleiding versus toetigheid. Oftewel, trick or treating! 12 maanden en 7 snoepjes geleden. Geef me jullie vermoeide armen heerlijke snoepgoed snakkend naar een plek in mijn maag.
Patriotisch, maar onwaarschijnlijk om er maximaal snoep mee te verzamelen. Oh ja? Wij zijn ook een meermin en een piraat? En peper- en zoutvaatjes. Zo kunnen we elk huis 3 keer pakken. Dat betekent 3 keer snoep scoren. Tja, ik ben wel bekend met het basisrekenen. Jullie strategie is leuk, maar de mijne is superieur. Als je gaat als kangeroe, dacht het niet. Kangeroe plus babyroe. Ja, die A-factor zal mijn snoepontvangsten exponentieel doen toenemen. En het mooiste is, ze heeft nog maar 1 tand, dus ik hoef niet te delen. Kom terug op aarde, Lana. Trick or treat! Oh, wat zien jullie er schattig uit. Trick or treat! Zo lief! Trick or treat! Mooie kostuums. Dank u! En zo doe je dat dus. 1 huis, 6 keer een snoepje. Trick or treat. Wat lief. Een kangoeroe. En een babyroe. Oh. Dank u. Ja, 1 huis, 87 snoepjes ontvangen. Ah, is dat net een spook aan me? Papa, word wakker! Wees niet bang, zusters. Ik ben voorbereid op dit soort incidenten. Oh, prut. Juf Allegra gaat mij straks naar voren halen en ik ga het verpesten. Oh, niet hoor. Laat mij maar. Juf Allegra, mag ik naar de kleine meisjes-wc? Natuurlijk. Eigenlijk moet ik ook nodig. Het is vast een tweelingblaasding. We zijn terug! Fantastisch. Lana, kom jij even naar voren en los je deze som op, Oh, ik doe echt niets lievers. Behalve vieze dingen eten, zoals stukjes snot. Stift, alstublieft. Goed gedaan, Lana. Oh, dank u. Oh, een buiging? Als ik niet beter wist, zou ik denken dat je Lola was. Oh, Lana, je bent zo schunnig. Hoe was school vandaag, meiden? Beste dag ooit. Nou, ik hoop dat het jullie dag niet bederft. Maar Lola, jij hebt een controle bij dokter Petersen. En Lana, jij moet naar tandarts Feinstein voor gebitsreiniging. Oh, ik wil niet tussen die zieke mensen zitten. En dokter Petersens kamer ruikt naar oude kaas. En ik wil dus niet naar tandarts Feinstein. Boren zijn voor motorsteunen, wielmoeren, niet voor tanden. Alles valt uit mijn boekentas. Lana, wil jij me alsjeblieft even helpen om alles weer bij elkaar te zoeken? Doe het lekker zelf. Ja hoor, met alle plezier. Het volgende talent. Jackie, laat je gymnastiekroutine zien. Acrobaatje, leuk. En daar gaat ze, een reuze zwaai met vluchtelement. Ze draait 360 graden, dan een halve draai met een glijsprong en een handstand. Ach, ik kan beter. De volgende is Lola. Ze doet een lintendans. Leuk. Wat is de meest belangrijke gebeurtenis in de menselijke geschiedenis? Wat een fijne vraag. Het hangt af of we het bekijken vanuit een sociaal-economisch of geopolitiek perspectief. Sorry! Lola, wat is er gebeurd? Weet ik niet. Ik voel me echt niet helemaal kiplekker, maar de verkiezing moet doorgaan. Wow. Je bent duidelijk ziek, hoor. Wat erg voor je, Lola. Ik weet hoe graag je mee wilde doen, maar dat gaat niet. Is niet erg. Kom er wel overheen. Later. Nou, geniet van de spa. Shh, vergeet de spa. Ik blijf hier fijn bij jou. Misschien vrolijkt een leuke zussendag je weer op. Wat? Nee, dat is echt niet nodig. Ik weet dat het niet hoeft, maar ik wil het. Goed. Blijf hier, dan ga ik naar de winkel voor wat spullen. En terug! Oh, mooi, de bloemen en de ballonnen zijn er.
Als eerste, Manipedi. Ik heb koraal en zeeschuim. Jij mag kiezen. Wauw, dat zijn de dure merken. Wat is geld als je een zieke zus hebt? Nou... Roomservice, ik wil 2 chocolate chip cookies. Warm graag. Met ijskoude melk. Maar die zijn 5,95 per stuk! Wat moet ik dan doen met mijn ontzettend zwaar verdiende babysitcenten? En de winnaar van de kleine Miss Onogelijk huiduitslagverkiezing is... Miss Lola Harry! Oh, kleine Miss Onogelijk huiduitslag. Da-da-da-da-da. Lola, wat is er? Worden de verschijnselen erger? Nee, ik heb geen verschijnselen. Behalve dat ik een vreselijk mens ben. Ik ben niet echt ziek. Ik heb dit gedaan met make-up om niet mee te hoeven doen. Waarom? Ik begrijp het niet. Nou, ik heb nog nooit meegedaan op dit niveau. En de andere meisjes zijn heel getalenteerd. En ik moet er niet aan denken dat ik zou verliezen? Ja, dat dus. Het spijt me dat ik loog. Ik snap het als je boos bent. Ach, weet je, Lola, ben ik niet. Echt niet? Nee, ik snap je wel. Ik liet Homecoming bijna schieten omdat ik bang was dat ik geen koningin zou worden. Maar uiteindelijk liet ik het los, trok mijn jurk aan en ging er gewoon heen. Ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb. Maar ik dacht dat Carol Pingree toen koningin werd. Oh, dat werd ze zeker. En het deed eerst absoluut pijn. Maar als ik niet was gegaan, had ik een geweldige avond gemist. De competitie wordt lastiger naarmate je ouder wordt. Maar het mag je niet weerhouden om... dingen te doen waar ik blij van word? Precies, ja. Dus wat zeg je ervan? Wil je het nog steeds graag doen? Ja, maar het is te laat. De verkiezing begint over 10 minuten en kijk naar me. Ik zie er totaal niet uit. Rustig maar. Ik ga een expert bellen. Oké, Lori, pak een wattenschijfje. Die met groene thee-extract. We willen nu niet dat de huid geïrriteerd raakt. Die met groene thee-extract. Check. En verwarm de krultang alvast terwijl je bezig bent. Ah, de 32 tang, niet de 25. Heb je nog nooit hittestyling gedaan of zo? Dames en heren, welkom bij de kleine Miss Zuidoostelijk met chicken-verkiezing. Meisjes zo mooi, ik heb het over meisjes zo mooi. Maak het met die meisjes zo mooi. Zet hem op, Lola. Niet vergeten, kijk voor je, kin op, knijp je billen. Hier zijn onze deelnemsters. Verwelkom die meisjes zo mooi! Lola Harry met haar lintdans! Ze lijkt wel één te zijn met haar lint. Letterlijk. Je had gelijk, Lori. Ook al heb ik niet gewonnen. Ik ben blij dat ik heb meegedaan. Goed gedaan, Lola. We moeten nog voor je gaan uitkijken volgend jaar. Over volgend jaar gesproken? Lola, je moet wat acrobatiek gaan toevoegen aan je lint dan. Tot ziens, Lincoln. Goed, kom mee. Jij en ik gaan naar de spa voor een welverdiende verwennerij. Het zijn maar kikkers, Lana. Wat is daar zo erg aan? Ik zal je laten zien wat er erg aan is. Kijk maar naar dit filmpje over Hups. Hups, springend door het leven. Ik vergeet nooit de dag dat ik mijn toekomstige beste vriend ontmoette. Je bent de leukste kikker. Nou, ik moet weer gaan. Pap maakt vanavond gehaktbrood. Bedankt voor de leuke dag. Oh, ben je soms eenzaam, kleine gast? Wil je misschien bij mij komen wonen? Weet je wat? Ik noem je Hups. Sinds die dag zijn we onafscheidelijk. We eten al onze maaltijden samen. Hups houdt van krekels met stukjes chocola. Ik heb ze liever puur. We spelen samen. We gaan zelfs samen op de schoolfoto. Oké, kleine lachen. 3, 2, 1, cheese. Welterusten, vriendje. Ik kan me geen leven meer voorstellen zonder mijn beste vriend Hups. Dat was het mooiste filmpje dat ik ooit heb gezien. Snap je, Lincoln? Kikker.
kikkers zijn veel cooler aan de buitenkant dan aan de binnenkant. Dus alsjeblieft, ontleed ze niet. Dat is goed. En de rest gaat dat ook niet doen. Hoe bedoel je dat? We bedenken een reddingsmissie. Hey, kikkers! Jullie kunnen zo jullie vrijheid tegemoet. Opschieten! Mijn kikkers! Wow, die afleiding met dat open raam was briljant. Wat denk jij nou dat dit mijn eerste dierenredding is? Wees vrij, mijn amfibische vrienden. Wees vrij! Veel geluk, kikkers. Heb een fijn leven. Misschien moeten jullie in beweging komen. Echt waar, jongens? Ga! Willen jullie soms het menu van de dag zijn? Ga! Waarom gaan ze nou niet? Misschien zijn ze niet gewend aan leven in het wild. Hey, jij! Niet cool! Lincoln, we kunnen ze niet hier laten. Je hebt gelijk. We nemen ze mee naar huis tot we een beter plan hebben. Je waagt het niet, hoor je me? Niemand wil bekennen. Dan moeten we het hier maar bij laten. Ik zal zelf die kikkerheld vinden door bij jullie thuis te zoeken na schooltijd. Bereid je voor, Huygens komt eraan. Goedemiddag, kinderen. Ik zie hier geen kikkers in huis. Dan zal ik denk ik maar weer gaan. Niet! Jullie huis lijkt kikkervrij te zijn, dus ik ga er maar weer eens vandoor. Succes, meneer. Blijf strijden voor de goede zaak. Ik pak uw jas. Ik pak mijn jas zelf wel. Wat hebben jullie twee toch? Niks hoor. Rij veilig. Jullie zijn de kikkerhelden. Oh. Het spijt ons, jongens. Het is niet gelukt. Kon directeur Huygens jullie maar zien zoals wij dat doen? Hups, jij geweldig groen vrattig genie. High five, makker. Dat was echt het allermooiste dat ik ooit heb gezien. Geef eens hier, Huygens. Ik wil het nog een keer zien. Ziet u, kikkers zijn veel koeler aan de buitenkant. Dan gaan ze absoluut niet ontleden. Maar wat moeten we met al deze kikkers doen? Blij dat u het vraagt. We noemen het de Kikkervallei. Lola, speelkwartier is over. We moeten gaan. Zo spreek je niet tegen je koningin. Stuur hem naar de kerker. Lola, wacht. Ik kwam alleen vertellen dat buiten een andere koningin staat die zegt dat ze machtiger is dan jij. Wat? Dat kost haar de kop. Er is hier niemand. Je loog. Goed gespeeld, heer. We vertrekken. Zorg goed voor mijn koninkrijk. Aha, er is hier nog een basic. Voedsel. Lincoln, dat is geen mensen eten. Dat is het wel voor één mens. Lama. Lana, daaruit, we gaan. Nee, gaat niet, Lincoln. Ik moet deze eieren warm houden. Gefeliciteerd. Oké, we hebben nog tijd om thuis te zijn voor mam en pap. Dus we laten Lily gewoon hier. Lily, die vergeet ik helemaal. Waar is ze? Waarschijnlijk nog in de trein. Ze was echt gek op die trein. Jullie blijven hier. Een vraagje, mevrouw Scoots. Kunt u me een lift geven? Toe, ik moet die trein inhalen. Dat lijkt me meer jouw probleem. Wacht, u heeft nu geen handtekening van Bik, toch? Als ik u de mijne nu geef? Zijn handtekening? Deal!
Snurkers! Stelletje snurkers! Dat waarzegstertje had gelijk. Mijn bedrijf maakt echt een grote klapper. Goed gedaan, Linky. Bedankt. Nou, we moesten maar eens snel gaan. Wacht, waar is jouw gesigneerde boek? Is dat niet de reden waarom we hier zijn? Ik gaf het aan Scoots voor het helpen vangen van Lily. Sorry, grote broer. Om redenen die ik nooit zal begrijpen, weet ik dat die handtekening belangrijk voor je was. Niet zo belangrijk als jullie zijn. Ik had jullie hier nooit meer naartoe moeten slepen. Ik had beloofd dat ik op jullie zou passen. Het spijt me. Dat is oké, grote broer. We vergeven het je. Soort van. We moeten gaan. Stella zei dat hij een vals konijn is. Maar er zijn geen valse konijnen. Alleen onbegrijpelijk. Jesse, kom terug! Houd dat ding uit de buurt van mijn pracht, petunias, Harry! Dat probeer ik! Sorry daarvoor, meneer Grauw. Sorry, maak niet dat ik mijn petunias terugkrijg. Goed, we proberen het opnieuw, maar met een riem. We gaan lopen. Misschien omkopen met eten. Jesse, dit is een malse kropsla. Het enige dat je moet doen is stilzitten. En dan mag je het hebben. Jesse! 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 Hey, dat is Lola. Lana, wat is er? Kijk! Oh nee, je bent je konijn kwijt. Neem mijn kar om hem te zoeken. Dank je, Los. Dat is erg lief. Maar je laat geen scheet op de bestuurdersstoel. Ah! Oh nee, jongens. Kijk! Flip, heb jij een losgeslagen konijn voorbij zien komen? Oh, wat zou je denken, hè? Ik zit hier niet om mijn nacho kaasmachine te inspecteren. Au! Bel me strakjes maar. Ik fix je winkel. Oké, welke kant ging hij op? Het konijn, welke kant ging hij op? Oké, welke kant? Hé, lieverd, hoe gaat het met konijn trainen? Vreselijk. Ik ben Jesse kwijt. Kun je me naar Stella rijden, zodat ik het slechte nieuws kan vertellen? Oh, natuurlijk. En hey, laten we onderweg flyers ophangen. En als we klaar zijn, trakteer ik je op een ijsje. Zat je weer vast in een autowasstraat? Nee, erger. We moesten Reiningers eerder sluiten. Er liep een woest losgeslagen konijn rond. Het was net Pasen, maar dan vreselijk. Jesse! Naar de winkel! Bedankt voor de lift, mam. Hups, jij gaat bij mij mee. Alle anderen, blijf hier voor je eigen veiligheid. Wie heeft er nog zin in ijs? Kijk, daar is Jesse! Dames! Hey, ik eis dat je dat konijn loslaat. Zijn naam is Jesse en ik zorg voor hem. Wat? Dit is Snazzy. En hij is net ontsnapt uit mijn dierenwinkel. Maar hij lijkt sprekend op Jesse. Alsof ze familie zijn of zoiets. Oh, wacht eens even. Heeft dit konijn misschien broertjes? Ja, eentje. Maar die verkocht ik een dag of wat terug aan een meisje. Hups, nu weet ik hoe het zit. Snazzy is Jesse's tweeling. Meneer, ik wil graag Snazzy kopen. Heel. Nu snap ik alles. Daarom waren beide konijnen zo erg. Ze willen een tweeling. Net als Lola en ik. Ik bedoel, ja, soms kan ze vreselijk zijn. Maar ik hou van haar en heb haar nodig. En als Snazzy tweelingkracht heeft zoals Lola en ik, dan moet hij Jesse kunnen vinden op geur.
Zoals nu. Lola laat haar nagels doen in Susie's salon. Wat doet Lana in het winkelcentrum? Oké, jouw beurt, Snazzy. Ruik en zoek Jazzy. Jazzy, daar ben je! Kom mee, dan breng ik jullie allebei naar Stella.